kijkt naar een nieuwe video van ons op Fem. Wij zijn Joyce en Scarlett van het YouTube kanaal Ik Vrouw Voor Jou. En vandaag hebben we een video voor jullie over dingen waar je niet zonder kan. Of ja, niet zonder kan. Je kan natuurlijk niet zonder eten, drinken, slapen. En een dak boven je hoofd is ook wel fijn. Maar naast dat zijn er ook gewoon een aantal dingen waar je liever niet zonder wil. Ja, dat is het vooral, ja. En wij hebben voor onszelf 5 dingen bedacht waar we liever niet zonder willen. En sommige zijn best wel serieus en dat is ook best wel zo dat je denkt van nou, het wordt best wel een uitdaging om daar zonder te leven, zeg maar. En sommige dingen zijn gewoon een beetje, ja, daar kan je best prima zonder, maar daar willen we gewoon niet zonder. Dus ja, en we zijn daarnaast natuurlijk heel erg benieuwd waar jij niet zonder kan. Ja. En niet alleen je mobiele telefoon. Nee. Dus laten we beginnen. Nou, het eerste ding waar ik niet zonder kan is eigenlijk best wel serieus, want het is mijn bril. En ja, het is mijn bril of mijn lenzen. Ik heb ongeveer -4. En als ik 's morgens wakker word, dan zie ik dus ook, ja, eigenlijk alles heel erg onscherp. Dus ik kan ook gewoon niet goed zien. Soms zijn we ergens aan het filmen en dan zegt Joyce van, ja, er staan allemaal mensen te kijken. En dan heb ik mijn bril zeg maar afgedaan. Maar dan zie ik dat dus niet. Dus dat is heel erg relaxed. Maar aan de andere kant zou ik echt geweldig vinden als ik 's morgens wakker word en ik zie weer alles scherp. En ik hoef niet te klooien met lenzen en niet mijn bril die ik dan toch niet leuk vind staan op te doen. Maar dat is in ieder geval iets waar ik niet zonder kan. Het tweede punt waar ik niet zonder kan, dat zijn dieren. Ik ben vanaf klein kind al dol op dieren. En ja, dieren die zijn er gewoon altijd voor je. Als je je even sip voelt of down bent, dan voelen ze dat en dan komen ze gewoon bij je, je knuffelen. En dieren laten je nooit in de steek en zijn altijd blij als je komt. Als ik thuis kom, hey Snella! Als ik thuis kom, dan staat hij gewoon op me te wachten en dan is hij uber enthousiast. En als ik dan bijvoorbeeld naar boven loop en een minuut later weer beneden kom, dan is hij gewoon weer enthousiast omdat ik weer terugkom. En ja, dieren zijn eerlijk. Dieren zijn altijd eerlijk, ja precies. Je weet wat je aan ze hebt. En ja, wat is nou gewoon niet leuk aan dieren? Nou, het derde ding waar wij niet zonder kunnen is kinderchocolade en Milka Oreo. Eigenlijk was dit onze favoriet, maar op een gegeven moment kwam deze erbij en nu kunnen we niet meer kiezen. Dus dit is wel iets waar we eigenlijk gewoon iedere week gewoon, dit moeten we gewoon eten of zoiets op een of andere manier. Dus altijd als we een boodschap gaan doen, dan sta je zo bij de kassa en dan liggen er deze in van die mini en deze liggen ook gewoon. Dat zijn gewoon die kleine reepjes. En die ligt dan bij de kassa en ik weet niet, je moet gewoon altijd eentje meenemen van een van de twee. Dus ja, dat is echt de beste, onze favoriete chocolade zonder dat we hiervoor gesponsord worden. Het vierde punt waar ik niet zonder kan, en dat klinkt misschien een beetje raar, maar dat zijn mijn antidepressiva pillen. Oké, dat klinkt echt heel weird. Maar het is wel zo, ik kan er niet zonder. Ik slik het al heel erg lang, eigenlijk al vanaf mijn 13e, 14e of zo. Er zijn periodes geweest waarin ik het niet heb geslikt of heb geprobeerd het af te bouwen. Ja, dat bleek uiteindelijk toch niet zo goed te gaan. Ja, uiteindelijk kan ik gewoon niet zonder, want zonder die pillen voel ik me gewoon heel erg down en rot en naar. Ik kan er gewoon niet zonder. En het vijfde punt, dat is waar ik niet zonder kan, is de steltang. Want ik heb echt, nee helemaal niet. Jij kan niet zonder steltang. Ja, was er iemand, stelt. Ja. Haar heeft dan ben jij het wel. Maar nee, ik kan niet zonder de steltang. Want ik heb van mezelf een slag. Krullen, ja niet echt krullen, meer slag. Als ik uit de douche kom en het droogt op, dan droogt het op als één grote pluizenbol. En dan, ja, dan moet ik het gewoon stijlen, want anders dan ziet het er gewoon niet uit. Ja, het klinkt heel luxe probleem ja, of zo. Maar ja, ik kan gewoon niet zonder mijn steltang. Oké. Nou, dat waren onze 5 dingen waar we niet zonder kunnen. We zijn benieuwd welke jullie herkennen. Zonder welke dingen jij liever niet leeft. Laat het even weten in de reacties. Hopelijk dat jullie de video leuk vonden. Geef een duimpje als je hem leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van Fem. En kom ook even kijken op ons YouTube kanaal. En dan zien we jullie over 2 weekjes weer. Yes. Oh, trouwens. 6e punt. En misschien nog wat allerbelangrijkste. Liefde. Liefde. Ja, dat is wel veel belangrijker. Veel belangrijker. Niet belangrijker dan de steltang.